kwamen vanavond in gesprek. We hebben dus 5 sessies. Ik zat bij de sessie De Verbindende Club. Ik was aanwezig bij prestatie en ontwikkeling in de sport. Verduurzaming. Sociale veiligheid. Ik heb vanavond deelgenomen aan de sessie Leefwereld van Jongeren. Ik ben vorig jaar ook geweest op de eerste meeting van 030 Meetup. Onze vereniging bestaat uit 90% jeugdleden, dus dat is voor ons een heel actueel thema. Wat Henno heeft uitgelegd over de verschillende leefwerelden binnen de verschillende generaties, herken ik heel erg. Ja, als je het mij vraagt, je moet sport ten eerste gratis maken. Iedereen moet kunnen sporten. En daarnaast moet je voor alle trainers een betaalde baan neer gaan zetten. Op dat vlak gaan wij over 30 jaar heel erg oogsten. Niet alleen met topsportprestaties, maar vooral dat mensen veel langer blijven bewegen. Zijn de verenigingen, de sportclubs, ook verbonden met de vragen rondom ons heen in Utrecht? Ouderen, bewegen die nog wel? Jongeren die met heel veel spanning en zorgen zitten. En dat kunnen we heel praktisch doen. Hè? Gewoon, ik sport in met de groep Meer Bewegen voor Ouderen in het buurthuis. En ik vraag iemand van het buurtteam om een keer mee te sporten. Dan weten de mensen van het buurtteam wat wij eigenlijk doen met die beweegles, zodat ze ook mensen daarheen kunnen sturen. Wat wij hebben gedaan is in plaats van iets wat lastig was, zeg maar buiten de club zetten. We hebben gezegd, ja, maar we willen juist graag iedereen behouden voor de club. Maar we hebben niet per se alle expertise in huis, dus hoe kunnen we dat nu zo doen dat we toch iedereen binnenboord houden? Met behulp van Sport Utrecht is dat heel goed gelukt. Ja, we zijn binnen de club al heel veel bezig met sociale veiligheid om vooral positief te coachen, om ouders te betrekken. Maar waar ik denk dat we nog echt wel wat mee kunnen is om ook het gedrag van kinderen zo te stimuleren dat ze ook eerder het gesprek kunnen aangaan over hoe ze zich voelen. En op het moment dat ze zich sociaal onveilig voelen, dat ze dat ook het gesprek aandurven. Er zijn een aantal experts. Dus aan de ene kant heb ik een aantal namen gekregen waar ik de komende week contact mee ga opnemen om concreet aan de gang te gaan. Tegelijkertijd hoor je ook hoog over een aantal gewoon, ja, creatieve oplossingen waar je zelf niet over nadenkt omdat je daar niet aan toe komt. Het is enerzijds conceptueel een stap verder en aan de andere kant praktisch handvatten om aan de gang te gaan. Dus prima avond. Ja.